nazomerdag moet je genieten, dacht ik. En ik maakte een stevige wandeling. In het park nam ik plaats op een bankje en stak een sigaretje op. De ene buiten sigaret is de andere niet. Als ik ergens op bezoek naar buiten verbannen word, is het puur de verslaving die telt. Net als op mijn werk. Je haast je de deur uit omdat je nicotine nodig hebt, maar je geniet er niet echt van. Je staat daar maar rap te paffen. Eigenlijk wil je alleen maar weer naar binnen. Maar nu, in het park, smaakte het staafje werkelijk geweldig. Terwijl ik zat te genieten van het zonlicht dat diffuus door laaghangende boomtakken straalde, naderde mij een oudere dame met twee hondjes. Toen ze mij gepasseerd waren, draaide het grootste hondje om. Zo'n zwabbermodelletje. U kent ze wel. Het trok naar mij toe en begon te blaffen. Ik blies wat rook in zijn richting en zijn vrouwtje trok hem hardhandig terug. Nee, hoorde ik haar het beestje vermanend toespreken. Niet iedereen vindt jou een leuk hondje. Nou ben ik niet kapot van huisdieren, maar dat had ik toch niet laten blijken. Het leek mij toe dat zo'n uitspraak het zelfvertrouwen van het beestje genoeg kon ondermijnen om het in de psychiatrie terecht te laten komen. Misschien wilde het hondje alleen een trekje van mijn sigaret. Je weet het niet. Ik zag te weinig staart om te weten of het kwispelde. Een paar dagen geleden aten mijn broer en ik bij een neef en zijn vrouw. Ze hebben een hond, Luna, een border collie. Ik was er niet eerder op bezoek geweest en Luna had perfect in de gaten dat er wellicht bij mij wat te halen viel. Onder het eten legde hij verleidelijk zijn bek op mijn been. Ik trapte er mooi niet in. Maar toen ik voor de lekkerste sigaret van de dag naar buiten moest, stond Luna meteen naast me. Ik had amper een voet buiten de deur of hij bezorgde me al een afgesabbeld eind geknoopt touw. Wat moet ik ermee, dacht ik. En ik gooide het weg. Dat bleef ik dus doen, 10 minuten lang. Ik vond het wel prettig. Het was beter dan hangroken. Toen ik een goed uur later weer toe was aan nieuwe nicotine, zat Luna net onder tafel. Ik keek hem aan en vroeg, gaan we roken? Raf, zei hij. Net zo enthousiast als sommige collega's als ik op de krant hetzelfde vraag. Daar gingen we weer, nu met een afgekoude tennisbal in plaats van touw. Ik had er een kameraadje bij. Misschien moet ik toch maar eens een hond aanschaffen. Puur voorbij het roken.